Goedemorgen kijkers, tof dat jullie kijken naar mijn kanaal. Hier de serie Geocaching. Dit is de eerste aflevering die jullie gaan zien. En ik wens jullie heel veel kijkplezier. Vandaag ga ik een video hier opnemen. Jullie gaan het wel zien. En we gaan het checken. Want ik weet ook niet waar we heen gaan, dus dat ga ik nu even kijken ook. Dus dan zie ik jullie straks. Nee, maar we moeten het wel even goed zeggen, want anders zeg je... Maar je hebt het niet gezegd in dit. Maar ik ga dus even een dingetje zoeken. Want ik kan... Ik wou eigenlijk naar Soestduinen. Maar daar kan ik wel heen. Er is er wel eentje. Daar zou er heen kunnen. Maar dan moet ik alleen even kijken waar het zit, zeg maar. Want het is een beetje lastig, want ik ben... Nou, ik woon hier nu wel 5 jaar, maar ja, hè? Ik weet nog niet waar ik... Nou, Soestduinen, die kan ik wel pakken. Het zit langs een weg. Maar ga ik even uitvogelen en dan zie ik jullie straks wel. We zijn nu 1,2 kilometer van de verwijderd. We gaan dus nu erheen. En ja, het is nu eigenlijk alleen maar nog bos. Nou, nog een stukje weg langs het spoor. En dan is het eigenlijk alleen maar bos. En dan, als het goed is, zouden we het in de duinen kunnen vinden. Dus dat gaan we kijken. En ik check jullie weer straks. Zo, ik ben bij Soest. Ik heb mijn plaatje van het ding voor me. Het is micro, het is ja, terrein 2, moeilijkheid 1. Nou, dat zal dus niet heel moeilijk zijn. De hint is brandweer. Ik kom niet uit wat het is. Ik heb de beschrijving ook. Maar er staat dat er een route is van 100 kilometer door Nederland heen. En meer herkenbaar aan blauw, wit, rode. Dus op zich makkelijk. En is ook in Soest 1 en Enschede en in Scheveningen. En de couch, ze mogen hier dus dingen neerleggen van de gemeente Soest. En dit lopen allemaal onder. Maar dus dit is eentje voor wandelaars en fietsers. Het zit naast het wandelpad, dus dat is makkelijk. Het is niet lang. Er is ook een logje dus. Vermeld dat je bezig bent met de low. Maar natuurlijk is deze kuis voor alle natuurliefhebbers en de foto's zijn welkom. De First Touch GC166 ligt nog geen 500 meter vandaan. Die kunnen we ook gaan zoeken. Dus ja, wat jullie willen. Maar ik ga hem nu even zoeken, want het is niet heel ver. Want ik sta er echt vlak naast, als jullie kunnen zien. Naast mij. Ik ben er nog geen 20, 22 meter vandaan. Dus ja, die gaan we natuurlijk even zoeken en proberen te pakken. Als we hem niet vinden, ja, dat is jammer. Maar als we hem wel vinden, ja, dat is leuk. En dan gaan we natuurlijk onze naam erop schrijven. En dan gaan we weer voor naar de volgende toe. Maar wel altijd in een andere aflevering. Maar we gaan zoeken. Let's go. Nou, we gaan zoeken. Ik heb hem hier naast mij. En het pakketje ligt daar, denk ik. Moet even uitkijken voor de fietsjes allemaal. Hoppa. Als het goed is... 7 meter, 5, 3. Dus hier zou het moeten liggen ergens. I guess. Daar in het gat misschien. Nee, daar ligt niks. Die pijp zag ik ook. Maar er ligt volgens mij ook niks in. Nee. Er ligt geen boekje in of zo. Maar het zou hier dus ergens moeten liggen. Oh ja, dat is niet heel moeilijk, nee.
Tada. Nee, dat is niet heel moeilijk. Maar ik ga hem even pakken. Het was wel heel snel. De vorige met de andere was het pittig lastig. Maar deze is een stuk makkelijker. Ik weet niet wat het is, maar... Ik weet ook zelf niet wat het is. Het is een buisje met iets anders erin. Oké. Het is gewoon een buisje. Dan leg ik even hier neer op mijn as blijven liggen. Ah, ja. Oh, gast. Hoe dan? Ja, natuurlijk. Mooi is dat, zo. Maar je kan dus overal zijn dus dingen. Hier, dit is gewoon, dit is door Soest gemaakt. Super tof trouwens. Maar ik moet wel even ergens kijken. Naam, datum. Oh. Ah, het is zo'n klein boekje, gast. Oh. Charlie. Hier is 17, 19. Hier 19 is hem gewoon niemand gepakt. Dat was 23, dat is 4 dagen geleden. Nou, grappig. Maar ik ga even mijn naam erop schrijven. Ja, als jullie het kunnen zien. Want als ik het niet terugleg, is het niet eerlijk voor andere spelers. Want die kunnen hem dan niet meer zoeken. En dat wil ik niet. Dus ik ga hem gewoon weer lekker terugleggen waar die hoort. Hij lag hier. Dus ik ga hem ook weer zo terugleggen. Zo. En dankjewel. En hopelijk als mensen dit kijken die het super tof vinden. En dit is dan ook de aflevering. Bijna. Want ik ga je natuurlijk nog even iets laten zien van de duinen. Zo, hij heeft wel een beetje last van de wind, maar ja, dat kunnen jullie vast ook wel horen. Het ziet er echt heel chill uit. Hieromheen is alles groen. En dit is het enige stuk waar helemaal zand ligt. En ik moet wel een beetje opletten, want als er politie of wat dan ook. Maar dat denk ik niet hoor. Ja, het is gewoon super chill. Maar ik zie het een beetje slecht ook. Dus ik zet voor me. Zo, even mijn zonnebril af. Nee, maar we gaan even een stukje vliegen. Ik vind dat. Oh, hier is dat, joh. Ja, dit soort dingen vind ik echt lachen, gast. Ja, joh. Dit soort dingen zijn dus echt helemaal kut, hè. Dan komt hij van zichzelf weer terug. En dan moet je weer zeggen dat hij dat niet moet doen en... Oh. Even met mijn bril oplogen.
Ik had hem zo beet. En ik wist niet eens dat je hem, als je hem zo deed, dat hij zeg maar uitging. Dat wist ik niet. Dus dat is ook weer iets nieuws wat ik heb geleerd in de afgelopen half jaar. Ik heb best wel wat al iets met dat ding gevlogen. Maar ik denk dat ik nu lekker naar mijn broer ga, even wat drinken. En dan, ja, dan zie ik het wel weer. Was even leuk. Even lekker gevlogen weer. Ik laat nog wel even zien. Zo, wat is dit allemaal weer? Vies hoor. Vies. Nee, maar ik moet... Oké. Ik vind het heel leuk altijd, het strand en dingetjes. Maar als je thuis komt, dan denk je altijd zo van... Ah, ja, ik ben naar het strand geweest. En dan heb je echt zo van... Nee, gast. Dit meen je niet, gek. Nee, maar soms gewoon dat... zeg maar dat het weer... Dat connection weggaat en dat is zo kut, hè. Maar ik probeer het... ik heb wel spullen ervoor. Ik probeer het wel zo goed mogelijk te houden. Maar ik moet... Want iemand had een filmpje waar ik zag dat hij... dat hij zeg maar vliegtuigmodus had aangezet. Maar dat hij dan wel met zijn drone kon verbinden. En dat hij wel zeg maar daarheen terugkwam. Maar geen andere dingen verkeer last van. Dus dat is wel waar ik misschien even ook ga naar zoeken. Maar ik ga dus. En ik zie jullie weer straks. Oh nee, wat? Ik heb een... Oké, nou. Hoe krijg ik dit dan weer voor elkaar? Echt. Dan. Heeft het daar ook? Nee. Alleen daar. Maar ik ga even opruimen. Ik ga nog even een klein stuk lopen. En dan ga ik lekker naar huis. Nou, ga ik naar het DLKC. Ergens heen. Doei! Maar ja, het was een superleuk avontuurtje weer vandaag. Ik ga er denk ik nog wel eentje opnemen. Dus, maar ik zie jullie wel weer. En ik check jullie wel weer straks. En dankjewel voor het kijken. Leuk dat ik dit heb mogen doen voor jullie. En ik wens jullie een hele fijne dag. En ik zeg tot de volgende keer bij de nieuwe aflevering. Later.